Dit is een ocarina. Het is een kleine keramische fluit. En is in Europa bekend geworden toen Christopher Columbus uit Zuid-Amerika terugkwam en hem meenam van de Azteken. Uiteindelijk kwam hij terecht bij een meneer Bonapelli met een lange witte baard aan het Italiaanse hof. Dat was een hofcomponist daar en die dacht van, nou, het zijn leuke instrumentjes, maar niet echt geschikt voor de muziek die wij hier maken, voor de hofmuziek. Dus hij is een beetje aan het stoeien geweest om te kijken of het hem lukte er een instrument van te maken waarmee je alle andere instrumenten mee zouden kunnen spelen. Dit is eigenlijk de vorm van de ocarina zoals die bij de meeste mensen bekend is. Een langwerpige vorm. En daar komt ook de naam ocarina vandaan. Hij noemt hem namelijk de zingende gans. En je ziet dat die zo is gemaakt, bijna met de vingerzetting van een blokfluit. Zie je? Er zijn natuurlijk verschillende soorten fluiten waarvan de ocarina er één is. En ook is de ocarina uniek. Het geluid van de ocarina ontstaat als bij elke andere fluit. Kijk, zo ziet het er van binnen uit. Een ocarina bestaat uit een holle vorm met een opening erin en een scherpe rand. Dat is deze rand. Die noemen we het labium. Als ik tegen dat labium aanblaas, dan wordt de lucht uit mijn mond gesplitst. Hij gaat eerst naar boven, ontstaat er een onderdruk, waardoor de lucht naar beneden gaat. Ontstaat er een bovendruk. Dat gaat heel snel. Daardoor ontstaat een trilling. Die trilling wordt geluid en bereikt je oor. Dus als ik op deze rand zou blazen, heb je een toon. Nou is dat niet de mooiste toon, vooral als je meerdere tonen wil maken. En daarvoor is het mondstuk uitgevonden. Dat is het mondstuk is niks anders als een manier om de luchtstroom zoveel mogelijk te reguleren. Als ik dit mondstuk, wat bestaat uit een heel smal spleetje, weer terugzet waar hij vandaan komt, en dan kijk er doorheen, dan zul je zien dat je precies aan de andere kant dat scherpe randje ziet. En daardoor komt de lucht precies op het labium terecht en heb je een perfecte luchtstroom en ook een perfecte splitsing van de lucht. En ondanks dat hij nu los zit, kun je er gewoon op spelen. Er zullen veel mensen warme herinneringen hebben aan de blokfluit van vroeger, natuurlijk. Maar dat is wel de fluit die de meeste mensen kennen. Die werkt op dezelfde manier als de ocarina, hè, met de labium en de scherpe rand die de lucht er tegenaan blaast. Maar wat is nou het verschil? Een open fluit zoals deze, of als een dwarsfluit bijvoorbeeld, betekent dat hier wordt de toon gemaakt en de lengte van de buis bepaalt de lengte van de trilling en dus ook daarmee de laagste toon. Dus als ik alle gaten dicht hou, heb ik een lage toon. Door mijn vingers op te tillen wordt de buis korter, krijg ik een hogere toon. Wat nu de ocarina zo bijzonder maakt, is dat de ocarina geen open einde heeft. Dus als ik alle gaten dicht hou, is hij gewoon dicht. Dus waar het geluid komt ook weer daaruit, alleen maar uit het labium. En dat zorgt ervoor dat er twee verschillen zijn met een ocarina en een open fluit. De toon is een octaaf lager, dus je hebt een vrij klein fluitje met een lage toon. En je kunt niet overblazen, zoals bij een gewone blokfluit. Een gewone fluit kun je overblazen. En dat betekent als je een toon speelt en je blaast wat harder, dat die toon een octaaf hoger is, dus 8 tonen hoger. Ik zal het je laten horen. Wat een andere handige bijkomstigheid is van de ocarina, is dat anders als bij een blokfluit is de positie van de gaten heel erg belangrijk, omdat ze de buis korter maken en langer. Bij een ocarina maakt de positie van de gaten niet zoveel uit. Of het gat nou hier zit of daar zit, of daar zit of daar zit. Het is de grootte van het gat die de toonhoogte bepaalt. En dat betekent dat je de gaten daar kunt plaatsen, eigenlijk bijna waar je zelf wil. En dus veel beter je vingers kan positioneren.
Ik heb dus heel lang ocarina's gemaakt. En op een gegeven moment ging dat wel vervelen. Ik ben dus toen ook verder gaan kijken naar andere instrumenten. Ik ben eerst begonnen met inderdaad het maken van blokfluiten, maar ook dwarsfluiten. Of van keramiek. Als je dus een instrument maakt en netjes de maten opneemt van het instrument wat jou bevalt. En je meet het en je maakt er een fluit. Dan in de oven krimpt die fluit wel zo'n stuk. Dus wil je een fluit maken bijvoorbeeld in G. En dat doe je. En dan na het bakken staat die in A. Of in, ergens tussenin. Dus het is heel erg belangrijk dat je incalculeert hoeveel jouw klei gaat krimpen. Zowel bij het drogen als bij het bakken. Om hem daarna exact zuiver te krijgen. Dat is me na 35 jaar blijft dat een uitdaging. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk om die fluitjes precies zuiver te krijgen. Vooral de grotere fluiten, maar ook de kleintjes. Dat ik nadat ze bijna gedroogd zijn. Maak ik aan de achterkant 3 kleine stemgaatjes. Meestal kunnen die weer gewoon dicht, maar soms stook je net iets wat heter of wat koeler. Of krimpt het fluitje net wat harder of is de klei net wat natter geweest. En daardoor kan ik die gaatjes na het bakken bijstemmen met een klein beetje bijenwas. Dan kan ik ze precies stemmen. En dat is mijn trucje om mijn fluitjes gestemd te krijgen. Als je fluit helemaal vanuit de hand maakt, is elke fluit anders. Dan is het stemmen wordt heel erg moeilijk. Dus wat je uiteindelijk doet, je wil graag mallen maken. En mallen, dat zijn vormpjes. Mijn fluitje bestaat uit 3 delen. Een bovenkant, een onderkant en een mondstuk. En voor de onderkant en de bovenkant kun je mallen maken. Waardoor je, als je je fluit ook, als je de klei ook afweegt van tevoren, je ongeveer precies weet hoeveel klei je gebruikt en wat het volume van de fluit gaat worden. Ter illustratie van de grootte van de fluit wil ik je graag, dit is geen ocarina, maar ik noem het een octarina, met precies een octaafverschil. Een octaaf is wat ik net liet horen. Als je zo'n fluit overblaast, krijg je dezelfde toon een octaaf hoger. Dus deze is precies 2 keer zo klein als deze fluit. Luister maar. Ik was heel erg geïnspireerd door de Chinese xun. Dus dit instrument bestaat al 11.000 jaar. En het is een instrument, ik denk, gemaakt voor je uithoudingsvermogen. Want het is heel moeilijk te bespelen. Eigenlijk is de xun een vaasje waar je overheen blaast. En dan krijg je een toon. En door de gaten te openen, net als bij een ocarina, krijg je verschillende tonen. Alleen, de xun kon me nooit echt, de klank wel, maar kon me nooit bekoren, want hij is lastig te bespelen. Maar hij inspireerde me wel. En op een gegeven moment gaf ik een keer een workshop voor een festival waar ik graag wilde staan. Het was een spiritueel festival en ik moest iets verzinnen toen ik die mevrouw aan de telefoon had. En ik bedacht, we gaan een workshop oerfluit maken geven. Dus we met een groep mensen zijn we gaan kleien. En we zijn op zoek gegaan per persoon welke fluit en welk geluid het beste bij de persoon zou passen. Ik deed zelf ook mee aan mijn eigen workshop. En bij mij kwam daar deze fluit uit, geïnspireerd op de xun. Maar werkt op een wezenlijk andere manier. Ik noemde deze fluit de stoomwissel, de steenfluit. Het verschil tussen de xun en het instrument wat ik zelf ontwikkeld heb is vooral het mondstuk. Waar je bij de xun gewoon een gat hebt aan de bovenkant waar je je mond moet spannen, overheen moet blazen, heeft de stoomwissel een voorgevormd mondstuk. Daardoor werkt hij op een andere manier. Aangezien wat ik al uitlegde, de gaten bij een tonfluit kunnen zitten waar je wil, heb ik de vingerzetting veranderd, waardoor je hem eigenlijk vasthoudt alsof je bidt. En waar ik achter kwam dat het een hele mooie fluit was om jezelf te ontspannen en om bij te mediteren. Wat er namelijk gebeurd is, je hoeft niks met je mond te doen. Het enige wat je doet is zuchten.
En de regel is, als je zucht, ontspan je. Dus als je heel lang zucht, ontspan je hopelijk nog meer. Die ronde vorm, die ook de ksoen heeft, ook zo'n struisvogelei bijvoorbeeld, heeft me altijd ontzettend geïnspireerd. En vanuit deze vorm ben ik op zoek gegaan naar nieuwe klanken. En via een hele omweg kwam ik uit op een instrument wat ik niet kende, maar wat al jarenlang op de cover stond van een boek wat ik in mijn kast heb staan. Voor Matto Music. Dat is een instrument bedacht door een vrouw in Amerika in de 80 jaren. De Uwaka bestaat uit drie fluiten. Je hebt twee melodiekamers die in principe hetzelfde gestemd zijn. En je hebt een drone, zoals dat heet. Dat is eigenlijk één lange toon die onder de melodie doorgaat. Wat maakt een Uwaka voor mij in ieder geval zo bijzonder? Je hebt drie kamers met een lage toon. Die zitten aan elkaar verbonden. En door die verbintenis ontstaat er een soort golf van geluid. Oké, we gaan een ocarine maken. Het geheim van de meester. Ocarine bestaat uit drie delen. Een bovenkant, een onderkant en een mondstuk. Tenminste, zo maak ik ze. Ik maak mijn ocarines met mallen om te zorgen dat ik elke keer de mooiezelfde vorm heb. En ook om ervoor te zorgen dat ik iedere keer ongeveer dezelfde toon heb. Ik laat jullie in het kort zien hoe ik de mallen maak. Ik maak eerst een positief. En je zult zien dat het positief een stuk groter is als de uiteindelijke ocarina. Want het positief moet drogen, gaat krimpen, wordt gebakken, krimpt nog meer. Van het positief maak ik een mal, zowel van de onderkant als van de bovenkant. Die gaan drogen, die worden gebakken. Uiteindelijk maak ik met de mallen een ocarina. En die moet ook weer drogen, die wordt ook weer gebakken. En daar moet je dus rekening mee houden, al vanaf het begin. We gaan beginnen. We hebben een mal voor de bovenkant, een mal voor de onderkant. Voor veel grotere fluiten weeg ik mijn klei af. Voor deze ocarina's weet ik ongeveer hoeveel klei ik nodig heb. Ik maak een balletje. Dat balletje druk ik plat. En wat is de eerste techniek die iedere potbak leert? We maken een duimpotje. Die stoppen we in de mal. En die drukken we rondom aan. En op het gevoel ga je ervoor zorgen dat de klei overal even dik is. Ik heb een mesje gemaakt van een oud ijzerzaagje. Daarmee snij ik de randjes af. Wat ik trouwens nog niet verteld had, ik maak mijn mallen van dezelfde klei als wat ik mijn fluitjes maak. Die lost prima en lekker stevig. Deze gaan al 25 jaar mee. Dus kijk. Dan hebben we twee helften. Dan gaan we het mondstuk maken. Ik pak een iets kleiner stukje klei. Vroeger maak ik mijn mondstukken altijd rond. Tegenwoordig maak ik ze vierkant, omdat het kan. Dus wat ik doe, ik maak een rondje en kijk goed. Dan leg ik mijn handen als een V-vorm. En rol ik een paar keer zo, waardoor we een kegeltje krijgen. Dat kegeltje druk ik plat op de werkplaat. Leg ik plat neer. Leuke truc dit. Ik rol hem een paar keer zo en je krijgt een mooie kegelvorm. Zie je? Eigenlijk heb je al een mondstuk, maar ik maak mijn mondstukken graag vierkant. En ik hou van de betere smijt- en gooiwerk. Dus ik doe het zo. Dus ik begin met het eerste dubbele gat. Dat is voor de eerste. Dat is het eerste enige dubbele gat wat je gebruikt als één gat, maar dat is voor de eerste halve toon. Dan ga ik een ander boordje pakken, dat is eigenlijk voor het kleinere fluitje. Het voordeel is ook, als je de gaten van tevoren maakt, dat je de binnenkant, als je wil, een beetje kunt afwerken.
Hoe gladder de binnenkant, des te mooier de toon. Wat je ook kunt doen is een techniek die ik soms gebruik. Mijn zoon heeft mooie kleine neomagneetjes. Als de fluitjes leerhard zijn, gooi ik door het mondstuk zo'n klein balletje. En dan ga ik even rammelen met het fluitje. En alle schilfertjes en dingetjes die uitsteken, die breken af en die gooi je eruit. Dan heb je ook... dan gaan we eerst het labium snijden. Het scherpe randje was het labium. Met hetzelfde mesje maak ik het glad. Zie je? Een heveltechniek om labiums te maken. Ik zeg niet welke beter is, maar dit is mijn techniek. Zo. En nu, de afstand van het labium naar het mondstuk is heel belangrijk. Ik weet uit ervaring dat de afstand die ik nu kies voor dit fluitje het beste is. Zie je? Ik snijd het labium uit. Ik kan het zelfs nog een beetje afwerken. We hebben het labium gesneden. Voordat wij de twee helften aan elkaar gaan zetten, gaan we eerst de kernspleet maken in het mondstuk. De kernspleet is dat scherpe randje wat straks tegen het labium aanblaast. Daarvoor heb ik een stokje gemaakt van een ijsko. Je ziet hoe ontzettend dun het is. En waarom doe ik dat? Dan heb je een smalle kernspleet, geeft een hele mooie luchtstroom tegen het labium aan. En omdat het zo smal is, heb je maar weinig lucht nodig om een mooie, stabiele toon te maken. Is het labium breder, dan krijg je veel meer fluctuatie erin. Dus dat is iets wat ik schade en schande zelf ontdekt heb. Wat ik doe, ik wil dat die kernspleet straks hier uitkomt. Dus ik begin vanuit de midden hier. En het moet daar uitkomen. Hoe doe je dat? Je zet je vinger erop. En op basis van vertrouwen en goed geluk probeer je aan de andere kant te komen. Zie je? Dat is gewoon een paar honderd keer doen en dan gaat het vanzelf. Ik zet mijn vingers aan de zijkanten, want ik wil niet dat er te veel materiaal meekomt. Dan pak ik mijn zelfgemaakte mesje meer. Dit is het allerbelangrijkste gedeelte van het fluitje. Waar de lucht uitkomt, moet het perfect glad zijn. Als de klei namelijk aan de onderkant van de kernspleet iets uitsteekt, dan wijkt de lucht naar boven af. Of andersom, naar onderaf. Zit er ook maar een korreltje in. Je ziet, het is 2/10 millimeter dik. Zit er maar een korreltje in of een oneffenheid in, dan heeft dat direct effect op de luchtstroom. Oké, nu we alle onderdelen klaar hebben, gaan we ze in elkaar zetten. We gaan deze twee helften verbinden. En dat moet een goede verbinding zijn, want de klei is al een beetje droger. Dat kun je met slip doen. Ik doe het op een iets andere manier. Ik doe het of met spuug. En voor de film zal ik het netjes met dat water doen. Dus koffie werkt ook, maar dat gaat plakken. Dus ik doe een klein beetje water, dus ik slip het een beetje aan met mijn vinger. En dan of met een scherp stokje, of met, ik heb hier een soort gespleten vorkje, maak ik wat krasjes erin, waardoor het wat ruwer wordt. Zo, dat doe ik ook met deze kant. Troep eruit. Meestal is één vinger water voldoende. Want water verzwakt ook. Dus ik gebruik zo weinig mogelijk water. Zeg ik altijd maar. Oké, ik pak de twee helften. Die zet ik op elkaar. Als je goede mallen hebt gemaakt, passen ze precies. Zie je dat? Ik doe ze een beetje aan. En nu komt mijn belangrijkste gereedschapje weer. Het toverstokje. Want wat ik namelijk doe, het is een techniek, je rolt en je strijkt tegelijkertijd. En daarmee wrijf je de klei in elkaar. Zie je, ik wrijf en ik rol ook. Doordat ik rol, polijs je al bijna een beetje. Wat ik ga doen is, je ziet dat het oppervlakte nog niet helemaal glad is. En wat ik graag wil, ik wil daar een mooie, harde schil hebben. Dus ik ga de klei nu alvast in elkaar polijsten, zodat de structuur van het oppervlakte verandert. Dat doe ik met een staafje roestvast staal.
Met een extra hoge koolstoflegering. Ooit van mijn vader gekregen. Ik heb het al 20 jaar en het werkt nog steeds prima. Zelfde techniek. Wrijven en rollen tegelijkertijd. Het is bijna een soort paleisten. En zoals je ziet, ik doe de schil van de klei, wrijf ik helemaal dicht. Nou, we gaan hetzelfde doen als we met de twee andere helften deden. We maken waar het mondstukje komt, kijk, daar komt het mondstukje. Waar het mondstukje gaat komen, zetten we wat krasjes. Druppeltje water. Een beetje krassen, dat een beetje lekkere modder ontstaat. Dat doen we ook met een mondstukje. Wat er ook gebeurt, je moet nooit meer aan dat labium of aan die kernspleet komen. Dus het randje wat we gaan krassen komt alleen maar aan de buitenkant. Dus we zeggen op zijn baard, zeg ik altijd als ik met de kinderen een workshop doe. En we doen alleen maar het randje. Iedere vervorming van die kernspleet heeft effect op het geluid. Nou, voordat ik deze aan elkaar ga zetten, pak ik een extra stukje klei. En dan rol ik, het is bijna niks hier, maar dan rol ik nu alvast, als ik met de kinderen een workshop doe, een dasje voor in zijn nek van. Je zult zo zien waar dat voor is. De eerste jaren dat ik mijn fluitjes maakte, braken bijna al mijn fluitjes. Dus heel vaak, als ze uit de oven kwamen, dan brak ik ze en lijmde ik ze, want dan waren ze steviger als dat ze uit de oven kwamen. Maar dat hoeft niet meer, gelukkig. Nou heb ik hier de kernspleet en daar het labium. En dat moet precies tegenover elkaar komen te staan. En dat doe je door er doorheen te kijken. Als je door het labium heen, of door de kernspleet heen, het labium ziet, dan zie je eigenlijk het wit van de bovenkant en het zwart van in het fluitje. Het zwart moet 1/3 zijn, het wit moet 2/3 zijn. Dan heb je de goede verhouding. Als ik nu blaas, zou ik een toon moeten krijgen. Ik heb al een toon, maar de toon is niet mooi. Er is een onregelmatigheid in de toon. Dat kan in verschillende dingen liggen. Als je een ruis in de toon hebt, dat kan betekenen dat de afstand van de kernspleet naar het labium te groot is en dat de lucht alle kanten op gaat. Heb je een scherpe idetoon, dat kan betekenen dat er te weinig ruimte is tussen het labium en de kernspleet. Daar heb ik in dit geval last van. Dus dat betekent dat ik een klein stukje van het labium afsnij, een millimeter. Wat ook kan zijn, is dat er nog rotzooi in de kernspleet zit. Dat verhelpen we door heel voorzichtig, zorg dat die goed past, weinig druk oefenen. Dat je nog even met het houtje er doorheen gaat. Het randje bijwerkt. De regel is dat het stokje even breed is als je labium. Hoe groter de fluit, des te dikker het stokje. En dat is iets waar je zelf mee moet experimenteren door gewoon heel veel ijsjes te eten. Probeer het nog een keer. Nou is hij beter. Ik druk hem een beetje vast, want we hebben een goede toon. En dan komt mijn bijzonder gereedschapje weer. Met kleine krasjes zet ik het mondstuk vast aan het fluitje om het te fixeren. Vervolgens pak ik 1 druppeltje water en pak ik het rolletje wat ik heb gemaakt. Dat leg ik in zijn nek. Hè. Dan komt het stokje weer. Met dezelfde techniek die we net gebruikten. Rollen en drukken. Kijk eens hoe mooi. Maak je met die zachte klei, maak je het fluitje tot 1 geheel. Dus ik wrijf en ik druk. Dit is belangrijk. Als je zo, dit is een zwak punt, dus je zorgt altijd dat je een beetje klei zo erin doet. En daar werk je hem tegelijkertijd mee bij. We gaan nog even checken. De klei is nou nog zacht, dus we hebben een toon. Daar staan
maar in de wereld van de ocarina's heel veel vingerzettingen. Echt heel veel verschillende, met verschillende zorgsoorten gaten. De vingerzetting die ik gebruik is er eentje die ik zelf heb uitgebreid op basis van de vingerzetting die ik ooit van mijn leermeester heb geleerd. Daarvoor heb ik in een fluitje meer dan een octaaf chromatisch plus één toon. Vandaar die eerste halve, die eerste twee gaten. Dus ik ga het fluitje nu stemmen. Dat doe ik door alle gaten dicht te houden. Dat is mijn grondtoon. Nu ga ik naar de eerste toon luisteren. Die is iets te laag. Ik kan het horen. Ik maak een heel lang fluitjes. Het kan zijn dat jij het niet hoort. Dat betekent dat je een stemapparaatje, of op je mobiele telefoon, of een echt stemapparaatje zou moeten hebben, waarbij je de grondtoon kunt afstellen op de eerste toon van het fluitje. Maar ik stem eigenlijk altijd op mijn gehoor. Hij is nog te laag, dus ik maak allebei de gaatjes iets groter. Dat is werkelijk bijna niets. Ik denk dat hij nu al te groot is. Valt mee. De volgende toon in mijn vingerzetting is een wissel. Mooi, lekker dramatisch, maar niet de toon die ik zoek. Dus vanuit binnenuit maak ik het gaatje wat groter. Hij mag nog iets groter. Het kan zijn dat ik, misschien is dit boordje is misschien wel precies goed. Het is mooi als je, maar je hebt nooit een boordje wat altijd precies goed is. Omdat je klei altijd net wat natter of droger is of net hoe de wind waait. Bijna goed. Waar ik je ook voor wil waarschuwen is, als je een fluitje maakt ben je enthousiast dat je een toon hebt. Maar elke keer dat ik blaas wordt de wind weg vochtiger. Ontstaat er slip en gaat de kwaliteit van je fluitje naar beneden. Dus als het stemmen lang duurt, leg het fluitje weg, zet de föhn erop en wacht even. Omdat ik mijn fluitjes eigenlijk nooit glazuur, omdat ik dat ten eerste nadelig vind op de klank. En ten tweede loopt glazuur vaak gaatjes in en verandert de toon en zo. Heb ik een andere manier van versieren. Ik heb een scherpe naald, een kraspen, die ze ook gebruiken bij metaaltechnieken. En daar druk ik lijntjes mee in de klei. En je ziet dat met die tekeningen, rechte lijnen zijn wat makkelijker dan bewogen lijnen. Als het fluitje gedroogd is, deze is natuurlijk nog nat, dus ik pak even een ander fluitje wat al gebakken is. Ik doe het zelf op ongebakken klei. Dus als dit fluitje leerhard is, goed leerhard is, dan wil ik graag dit effect krijgen. En dat doe ik door glazuur. Eigenlijk is het een angobe met een klein beetje glazuur erbij. Dan moest ik wel een majoliet heet het volgens mij. En met een beetje kobalt en blauw, waardoor je een soort van Delfts blauw krijgt. Mijn vrouw komt uit Delft, vandaar dat ik die kleur ook mooi vind. Ga ik erin wrijven, laten drogen en dan afpoetsen. Zal ik je laten zien. Dus het pakt een beetje van die glazuur en ik poets het erin. Dit kan dus zowel op gebakken klei als op ongebakken klei. Dan pak ik een doekje. Het kan ook een toiletpapiertje zijn. Maakt niet uit. En daarmee poets ik de glazuur er weer vanaf. Zie je? En zo blijft de tekening achter.